Goeiedag, Frank de Blank hier. Vandaag met een heel interessant onderwerp. Hoe repareer ik mijn stofwisseling? Ik krijg heel veel verzoeken en vragen van mensen van, kan je mij hiermee helpen? Want wat gebeurt er nu? Ik ga het proberen uit te leggen. Dit is je onderhoud aan calorieën, dus je onderhoud. Even voor het voorbeeld, ik neem even een vrouw. Eet onderhoud is 2000 calorieën per dag. Ze wil gaan afvallen. Dus het bedoeling is dat ze omlaag gaat. Wat gebeurt er? Nou, hoe je op dieet moet 500 calorieën eraf halen, is 1500 calorieën. Het gewicht gaat inderdaad naar beneden, maar op een gegeven moment kom je op een plateau, blijf je stilstaan. Nou, wat hebben veel mensen geleerd? Of ik moet meer gaan bewegen, of ik moet minder gaan eten. Wat gebeurt er? Iemand gaat naar 1300 calorieën, 1100, en op een gegeven moment blijft het gewicht gestabiliseerd. Stel, je was hier 65 kilo, hier ben je 62 kilo. En wat je ook doet, je gaat meer sporten, je wordt op een gegeven moment gewoon niet lichter meer. Die 1100 calorieën, het lijkt wel of je daar blijft zitten en ben je afgetraind nog niet helemaal. Dit is best wel iets wat veel voorkomt. Nou, wat is er nu aan de hand? Jouw stofwisseling is gewend om 2000 calorieën per dag te verbranden. Ga jij in een rap tempo omlaag in calorieën, dus stel, dit heb je 3 weken gedaan, dan stond je stil. Heb je dit 2 weken gedaan. Dit weer 2 weken. En nu ben je in week 7 en je denkt, ja, ik val niet meer af, wat moet ik nu doen? Je bent te snel omlaag gegaan in calorieën. Dit is een fout die veel mensen maken. Om dit te voorkomen, als je gaat afvallen, tussen de 5 en 15% in, wil je ongeveer in vermindering gaan van je onderhoud op dat moment. Dus het is belangrijk, reken uit wat je onderhoud is, 5 tot 15% maximaal in vermindering. Dus stel, je eet 2000 calorieën per dag, ga je met 100 calorieën omlaag. Misschien 150, maar veel harder dan dat, ga je niet omlaag. Ga je harder omlaag, kom je dit probleem op een gegeven moment tegen. Dat is het fout die heel veel dieetboeken tegenwoordig maken. Daar staat dit fout in. Dus kleine verminderingen en het duurt langer. Het is niet de bedoeling dat je in 6 weken in shape raakt. Als je een heel hoog vetpercentage hebt, dan heb je gewoon meer tijd nodig. Heb geduld. Want als je dit tegenkomt, ben je nog veel langer van huis. Nou, hoe ga je dit nu oplossen? Het eerste wat ik zou gaan doen, als iemand krijgt die dit heeft, is, je mag geen cardio meer doen. We gaan niet meer op je lichaamsgewicht letten. Het eerste wat je nu gaat doen, is je stofwisseling repareren. Want dat is belangrijk. Als je uiteindelijk resultaten wilt boeken, je wil je beter gaan voelen. Want op een gegeven moment, sommige mensen die ik heb gekregen, sporten letterlijk twee keer een uur cardio per dag, plus 7 dagen in de week en nog eens krachttraining erbij en ze vallen niet af. Cardio haal je er helemaal uit. Krachttraining gaat naar 4 à 5 dagen in de week. Dus alleen maar focus op krachttraining, geen cardio meer. Met de voeding, nou, ik schrijf even voor man en voor vrouw op. En voor een vrouw. Voor een man, in dit geval, 100 tot 150 calorieën doe je erbij op wat hij nu eet. Als je wil weten wat hij naartoe zou moeten eigenlijk om af te vallen, wat hij weegt, keer 22, keer 1,3. Dus het eerste lichaamsgewicht keer 22, dat doe je nog keer 1,3. Dan zou je eigenlijk zien wat letterlijk het aantal calorieën is wat minimaal op onderhoud moet zijn. Zit je daar nog ver onder, eet je gewoon structureel te weinig. Ga je dit probleem tegenkomen. Dus wat ik zou doen. Stel, je eet nu 1100 calorieën in dit voorbeeld. En je bent een vrouw. Zou ik eerst 100 calorieën bij doen. 5 à 7 dagen. Daarna weer 100 calorieën erbij. 5 à 7 dagen. Net zo lang tot ik in de buurt kom van dit aantal. Dan ga je een fatsoenlijk dieet instarten. En dan ga je die 5 à tot 10% vermindering doen en dan ga je door. Wat wel een pluspunt is, op het moment dat je dus stopt met cardio, 4 of 5 dagen krachten en je gaat dit toevoegen, je gaat er al beter uitzien. Je wordt al fitter. Het is heel eng en daarom zou ik aanraden, doe dit in geval, als je dit wil gaan toepassen, meestal heb je een coach nodig, want zelf raak je, denk je niet rationeel meer na, want je bent gewend, ik moet minder gaan doen, of laat zeggen meer gaan doen. Strakker diëten, meer cardio doen, meer trainen, dat is niet de oplossing in dit geval. In dit geval moet je meer gaan eten.
Je moet je stofwisseling opbouwen naar een hoger niveau. Want wat letterlijk gebeurt is, als je het ziet, dit is het aantal calorieën van je geweest. Jouw stofwisseling, die zat hier. En die is letterlijk dit gaan doen. En wat nu de bedoeling is, is dat we deze tweede lijn weer omhoog gaan brengen. Door langzaam de calorieën op te hogen. Waardoor jij veel meer calorieën kan eten om af te vallen. Ik heb letterlijk dames gehad die ik getraind heb. Die ene keer op 1700 calorieën konden afvallen en een jaar later op 2700. Letterlijk omdat hun stofwisseling alleen maar een boost heeft gekregen. Weet je hoe fijn het is als je op 2700 calorieën mag diëten terwijl je 65 kilo weegt? Dan kan je serieus nog sushi blijven eten en je kan pizza af en toe eten. Terwijl je op dieet zit, ga je onder die 1700 calorieën zitten, dan kan je bijna niks meer eten. Dan wordt het een heel zwaar traject. En dat is waar je dus voor op wil passen. Dus, hoe repareer ik mijn stofwisseling? Geen cardio meer, 4 à 5 dagen in de week krachttraining. Calorieën gaan toevoegen om de 5 à 7 dagen, totdat je in de buurt komt van ongeveer je onderhoud. En dan ga je rustig met 5% ga je omlaag in calorieën. En dan, stap voor stap, kom je in de buurt van waar je naar de shape waar je naartoe wil. Alleen dat traject gaat langer duren. En daar moet je rekening mee houden. Nou, mocht je hier nog vragen over hebben, kan je mij een mailtje sturen. Ik zal mijn mailadres hieronder zetten. Dan kan je mij gewoon een bericht sturen en dan ga ik hem helemaal uitleggen voor jou persoonlijk. Want voor iedereen verschilt de situatie wel een beetje. Maar de meeste mensen kunnen hiermee al een groot probleem van de problemen oplossen. Dankjewel en tot de volgende keer.